Mees van Dalen, ik speel gitaar en ik zing in Holy Punkadelic. Ik ben Stefan en ik speel tevens als Mees gitaar, maar ook tevens in Holy Punkadelic. Ik ben Sebastian en ik speel toevallig ook in Holy Punkadelic en ik speel de basgitaar. Ik ben Davy, ik speel drums, ik zit ook in Holy Punkadelic. En waar woon je in Amsterdam? Ik woon in het centrum. Oké. En voor welk stadsdeel zijn jullie uitgekomen? De Baarsjes. De Baarsjes. Jullie wonen niet allemaal in hetzelfde stadsdeel, heb ik nu al begrepen, denk ik. Eigenlijk wel. Ja, we wonen allemaal in het centrum, maar een soort probleem. Zijn vader die had ons opgeschreven voor de Baarsjes, terwijl we in het centrum wonen. En hoe vinden jullie het om mee te doen aan een stadspelen? Hartstikke leuk. Vorig jaar ook gedaan, dus opkomt. En hoe vinden jullie het om mee te doen aan een stadspelen? Hartstikke leuk. Vorig jaar ook gedaan, dus opkomt. Dus was niet de eerste keer. Hoe is het vorig jaar gegaan? Halffinale eruit. En hebben jullie een doel gesteld voor deze stadspelen? Ja, finale. Tweede of eerste plaats, want dat wordt beloond. Dus. Het gaat jullie allemaal om de beloning dus? Nee, ook om het op te treden. Op de Dam, kom op de Dam op te treden. Ja, uiteindelijk wel, maar... En de ping. Het gaat om de roem, het optreden en het geld. En de meisjes. Mijn nummer is 06. We zijn door. Jullie zijn naar de volgende ronde al. Ja, heel blij. Gefeliciteerd ermee. Wat we gaan verwachten van jullie? Transformatie. Transformatie is het thema wat centraal staat. En willen jullie al een tipje van de sluier oplichten wat we kunnen gaan verwachten dan op het gebied van transformatie? Wij houden van mysterie. Geheimzinnige transformatie. Oké, we zullen het zien. Dank jullie wel voor het interview. Ja. Wij zien jullie bij het volgende optreden dan. Ja, is cool. Goed, dankjewel.